Hier op Cyprus heb ik een elektrische share scooter genomen. En ik ga hier het eiland rond, of tenminste de hoofdstad Nicosia, om te kijken hoe het ervoor staat met de ecologische transitie in het land. Het zal best wel lastig zijn. Cyprus heeft een grote achterstand, maar wellicht met de hulpgelden uit het Recovery Fund, 1,2 miljard in dit geval, komen ze er misschien wel. Maar er is ook een grote twijfel, want het bijladen van deze scooter, ik weet het niet hoe ze dat doen, want laatste chance, ik heb ze niet gezien.